zijn hier vanavond omdat wij de spinningmarathon van de Equipe Mont Ventoux organiseren. De spinningmarathon die organiseren we nu voor het derde jaar. En dat doen wij ten eerste om een hele leuke kick-off te hebben waarbij we met z'n allen bij elkaar komen om het nieuwe seizoen in te luiden. Tegelijkertijd vragen we ook aan mensen om ons een warm hart toe te dragen, dus om ons eventueel te sponsoren. Vandaag zijn we hier voor de spinningmarathon. Maar in totaal zijn wij hier voor het project Equipe Mont Ventoux. Nou, wat ik denk ik voor ga doen is mijn mentaal en gewoon ja, met het lichaam zeg maar. Gewoon een beetje te voorbereiden en ook willen trainen en zorgen dat ik het haal en gewoon mijn best doen. Dat is een goede afspraak. Die ga ik onthouden, hè? Ik kom hier spinnen omdat ik de Mont Ventoux ga beklimmen. Ik denk dat het zeker iets is waarbij ik mijn grenzen moet verleggen. Ja, ik denk dat het heel zwaar gaat worden. Ja, we hebben best wel wat toertochten voor de boeg, waar best wel wat heuvels in voorkomen. Nou, ik ga ervoor en ik ga zeker de Equipe Mont Ventoux halen. Ja, ik heb heel veel zin in. Ook gewoon het trainen lijkt mij leuk. En niet alleen, hoe heet het, omdat we ook naar Frankrijk gaan. Weet je, het is ook gewoon leuk wat je met elkaar doet en de beleving. Nou, dat vind ik dan wel mooi dat hij dat al zegt. Want bergop, dat is uiteindelijk waar we voor trainen. Maar trainingsmoment en weg ernaartoe, ja, die moet gewoon leuk zijn. Het moet een mooie tijd zijn. En daar moeten we echt als buddies van genieten. Vanaf vandaag zijn we gestart en jullie kunnen ons volgen via het sociale web, Facebook, et cetera. Dat Plurijn allemaal en het multimedia team bijhoudt. Dus blijf ons vooral volgen. Ja, wat ik nog wel wil zeggen is dat we dit jaar voor het eerst intermezzo ook betrokken hebben bij de Equipe Mont Ventoux. En dat betekent dat we dit jaar met 10 instellingen van Plurijn intermezzo gaan fietsen. En dat vind ik een enorme prestatie in ons lustrumjaar, dus in het vijfde jaar dat wij dit project draaien. Gaan wij met naar Leid wel 50 deelnemers die berg op straks. Dus we zijn goed bezig.